Wel, ik ben hier vandaag eigenlijk vanuit Artevelde Hogeschool om samen met de kinderen rond animatiefilm te werken. En ik probeer eigenlijk uit te leggen hoe animatiefilm ontstaat, hoe beeld per beeld gewerkt wordt en hoe eigenlijk op die manier men komt tot stop-motion. Begrijpen ze dat? Wel, we doen dat stap voor stap. Ik begin in de voormiddag met het uitleggen van hoe een finekistiscoop werkt. Dat is de schijf van Plateau. Dat is een schijf met gleufjes in. Hier is zo'n schijf. Als je daardoor kijkt in de spiegel, dan zie je eigenlijk allemaal fotootjes. En die fotootjes die gaan samen een beweging vormen. En de kinderen zijn nu zo'n schijf aan het maken. En mogen ze zelf hun figuurtjes kiezen om te tekenen? Ja, dat is de bedoeling. Eigenlijk moeten ze zo creatief mogelijk zijn. Ik moet zeggen dat het aardig lukt. Ze zijn van alles aan toe met figuurtjes, met skateboarders. Soms zijn dat hartjes die open en toe gaan. Soms is dat een vallende druppel, maar ze zijn daar vrij creatief in. Denk je dat er natuurtalenten tussen zitten? Ja, ik heb toch al een paar heel knappe resultaten gezien. Ik ben echt al verschoten. Dat moet ik toegeven. Verschillende mannetjes getekend die door hun benen gaan en armen naar beneden en naar boven doen. Dus je moet dat voor een spiegel steken en dan door die spleetjes kijken en dan eraan draaien. En dan bewegen die mannetjes naar boven en naar beneden.